Zo, ja, we zijn reeds een tiental wedstrijden bang. Dan heb ik het bij het juiste op het rechte einde, als ik zo een beetje gedacht heb dat Club Proest daar twee gezichten heeft. In ene gezicht, als we thuis spelen, kunnen we alles en dat verplaatsing lukt het niet meer. Dat kun je misschien wel zeggen. Ik denk dat we thuis al beter gespeeld hebben dan op verplaatsing inderdaad. Nu, op verplaatsing moeten er ook punten genomen worden en ik denk dat dat ook belangrijk is. Voornamelijk na de komende matchen ook. Het zijn belangrijke matchen die eraan komen. En ik denk dat het wel nodig zal zijn dat we punten zal moeten nemen. En, ja. Surtout onze thuisreputatie mogen we kunnen houden, maar we moeten op verplaatsing ook iets kunnen nemen, denk ik. Inderdaad, als we zo'n beetje de klassering bereiken, komen er nu wel iets mindere ploegen, dus haakjes, aan. Dus waarin er inderdaad punten gesprokkeld worden. Is er nog geen vries voor degradatie? Natuurlijk, we blijven daar staan. We hopen dat we punten nemen, maar het blijft een beetje uit. Tegen Dosco Beven hebben we hier thuis gewonnen met 4-0, maar een echte klinkende overwinning blijft uit eigenlijk. Nu zijn er de matchen van de Waard die eraan komen, maar ik zeg, tegen zo'n ploegen is het ook niet altijd gemakkelijk. Tegen beter voetballende ploegen spelen we eigenlijk over het algemeen ook beter, tegen Lidenham, tegen Otterham. Nu, het zal toch nu moeten gebeuren, denk ik, zodat we een rustig seizoen kunnen blijven behouden. Anders is het constant achteruit kijken en dat is niet leuk. Dus hopelijk kunnen we 3 punten nemen. Ja, dank u wel.